Ik zat op het puntje van mijn stoel en toen de majesteit de winnaar ging voorlezen. En ja, ik was natuurlijk geëmotioneerd eigenlijk ook door dat dan toch de naam van je bedrijf genoemd wordt. Daar zit je wel, daar hoop je natuurlijk op. Dat is natuurlijk een fantastische bekroning en een compliment aan het bedrijf en de medewerkers, relatie, iedereen. Maar het was toch een stuk emotie. En in de CSU de winnaar is omdat wij een paar hele mooie dingen in ons bedrijf doen. We hebben een geweldige focus op onze klanten. Kijken we branchespecifiek met hospitality. Maken we gebruik echt van innovatie en de technologische mogelijkheden die er zijn. En dan in combinatie met al onze mensen. We gewoon veel aandacht hebben voor de duurzame inzetbaarheid. Voor het werkplezier wat mensen hebben. En daarin proberen we ook echt dat familiebedrijf nog te zijn.